heb één ei, nog een ei en nog een ei. Drie eieren in een bakje en waar lijkt het op? Inderdaad, ik maak vandaag een omelet. Een omelet, maar dan een beetje op Oosterse wijze met een beetje gekookte noedels erdoorheen. Een uitje, knoflook en er gaat een beetje sojasaus bij. Sojasaus door een omelet, dat tik ik straks allemaal door elkaar met de knoflook en de uien erdoorheen. En dan mis ik een heel klein beetje kleur, wat groente, wat groen. Hier, pak soi. Pak soi! Snij ik er doorheen, gewoon zo. En dan krijg je gewoon een heel klein beetje kleur. En dan klop ik hem zo los en dan gaat er een shallotje bij, waar ook een beetje een fijn gehakt teentje knoflook erheen zit. En mijn pak soi. Nou, dat roer ik zo allemaal door elkaar. En dan zien we al dat het er nu al lekker uitziet. Maar het mooie, het verrassende is dat we er een beetje noedels erheen doen. En hier maken we dan een omelet mee. En dit omeletje die bak ik gewoon gaar in een pannetje. Nou, het maken van een omelet, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar als wij in de keuken een omelet bakken, dan willen we eigenlijk dat die heel mooi een mooie vorm krijgt. Zo'n halve maan vorm. Nou, daar heb je om te beginnen een hele goede pan voor nodig. Die maak je goed heet en let op, een pan met een anti-aanmaaklaag. Dat gaat altijd het lekkerst. Beetje olie in de pan, zo. Je laat het warm worden en we houden onze pan in beweging. Vuur hoog. En eindelijk is dit de vorm van de omelet die we willen hebben. En laat het zo heel rustig gaar worden. En als je dan heel mooi wil doen en op zee wil spelen, je gooit hem een paar keer zo om. En als je dan je oven aan hebt en je hebt een pan die gewoon overbestendig is, dan schuim je gewoon even zo de hele pan zo de oven in. En dan ongeveer 5-6 minuutjes wachten en dan is die heerlijk. En dan komt die na 5-6 minuutjes uit de oven en dan ziet het er zo uit. Omelet snijden we dan in gelijke plakken. Lekker een beetje zacht van binnen.